Ik denk dat bij Antler zouden dan de Neon Judgment. De Neon Judgment is dan overgestapt naar Pia's uiteindelijk. Maar bij Antler in de beginperiode, die waren ook heel hard bezig met Belgische groepen aan te trekken. Hè. Allemaal in die wave scene, dat mocht rock zijn, mocht electro zijn. En die zijn dan een paar keer naar de clinic komen zien op optredens. En dat heeft dan toch nu een keer of 5, 6 geweest, denk ik, voordat die ons getekend hebben. Omdat die ook zagen, ja, we hadden dus een LP opgenomen. We zaten in het home tape circuit, cassettes. En sommige van die cassettes waren in Noorwegen terechtgekomen. We zijn dan uitgenodigd om er een paar optredens te doen. En toen we terugkomen, hadden we de eerste plaat in eigen beheer uitgebracht. En dat was eigenlijk wel heel veel belangstelling voor. In een tijd op Studio Brussel met Guus de Koster, interview gedaan en zo. Ja, en als je niet een tijd een interview deed met Guus de Koster, hé, dan word je wereldberoemd in België. Hé. Dus ja, Antler die luisterde ook naar die programma's om te zien wat er omging. En die zijn dan een paar keer komen zien. En ja, dan hebben die ons getekend. Hé. Ik denk dat we ongeveer in 6 jaar bij Antler, tot 90, hebben we erbij geweest. Hé.